Superleuk dat je weer kijkt naar een productvideo van ons. Vandaag gaan we het hebben over onze Galway van Safekeepers. Het is een heel compact modelletje. Als je hem vergelijkt met de Dublin van ons, is hij echt een stukje kleiner, een stukje dunner is hij ook. Maar hij is wel heel erg praktisch. Als je hem open doet, zie je eigenlijk gelijk aan deze kant al drie plekken voor pasjes. Dan zit er nog een flap, dus dat je hem nog verder open kan doen. Dan heb je hier weer een plek voor je overchipkaart, ID-kaart of rijbewijs. En deze kant heb je weer drie plekken voor pasjes. Dus dat zijn al zeven plekken in totaal waar je ze gelijk kan zien. Dan hebben we hierachter nog een klein vakje waar je ook nog pasjes in kan doen. Aan de rechterkant hebben we een muntvakje. Dat is gewoon het standaard muntvakje. Hij is mooi recht afgewerkt. Dus erg strak is dat om te zien. Achter het muntvakje zit er weer een vakje. Daar zou je bijvoorbeeld weer pasjes kunnen doen. Maar wij hebben in dit geval een speciale tag waarmee je sleutels weer terug kan vinden. Of je portemonnee in dit geval. Je kan maar je sleutel maken of aan je portemonnee. Maar die past hier ook nog achter. Die vind je ook terug op onze webshop als je meer informatie erover wilt. Wat ik al zei, dit is gewoon een standaard muntvakje waar je gewoon producten in kwijt kan. Hij is erg compact. Hierachter zitten twee vakken voor briefgeld. Dus als je wat meerdere briefgeld hebt of bonnetjes, kun je dat mooi scheiden hier. En als je hem dicht doet, zie je weer het mooie logo van ons. Hij is mooi afgewerkt, helemaal 100% leer. Wat nog leuk is aan deze portemonnee is dat aan de achterkant zit nog een speciaal vakje. Hier kan je hier zit nu zo'n standaard vakjes in. Maar zo'n standaard pasje, zo'n papieren ding. Maar daar kun je gewoon je echte pasje tussen doen. Dus bijvoorbeeld, je kan hier ook je overchipkaart in doen. Want dat is wel heel erg handig als je veel in en uit moet checken. Je haalt hem eraf, je houdt hem hier vast, checkt in en je stopt hem daarna weer terug in je portemonnee. Hij is nu wat zacht omdat er natuurlijk niks tussen zit. We hebben een anti-skimming technologie. Dat wil zeggen dat als iemand probeert jouw gegevens te stelen door de RFID-chip die op je betaalrekeningen zit of op je andere kaarten zit, is dat niet mogelijk. Er zit een speciale technologie binnen in de portemonnee die deze informatie blokkeert voor mensen die jouw informatie willen krijgen. Die informatie gebruik je heel vaak als je contactloos wil betalen met je pinpas. Maar mensen kunnen ook verkeerde dingen, intenties met die gegevens hebben. Dus als je deze portemonnee hebt, is het niet mogelijk om vanaf een afstand jouw gegevens te krijgen. Bij portemonnees waar geen anti-skimming technologie zit, is het wel mogelijk. Dus let erop als je een portemonnee koopt. Wat ook erg handig is bij onze portemonnees, is dat ze allemaal te koppelen zijn met onze kettingen. We hebben twee soorten kettingen. We hebben hier een Victorinox. Allebei zijn ze van het merk Victorinox. Dit is een riemketting. Deze bevestig je hier aan je riem. Zo kan je hem altijd veilig in je broekzak houden aan de voorkant. En heb je dit aan je voorkant. Dus je kan hierdoor echt niet gerold worden. Je kan door niet gerold worden. Portemonnee bevestig je als volgt. Deze clip je naar voren. Vervolgens is dit open. Hier schuif je je riem doorheen. En klik hem eigenlijk weer dicht. En dan heb je dit aan je riem hangen. En je portemonnee kan je gewoon veilig in je broekzak doen. Nou, mocht je dat nu niet zo mooi vinden, of je het nu iets te groot, of je hebt je portemonnee eigenlijk nooit zo goed in je voorzak zitten, dan kan je ook als andere Victorinox ketting gebruiken. Dat is namelijk deze. Het is een iets simpeler model, maar het is wel echt van het merk Victorinox. En dat zorgt ervoor dat dit ook goed blijft werken. En dat je niet na een aantal keer dat die kapot gaat. Dat heb je wel vaak bij de neppe modellen. Dus de niet echte Victorinox merken. En dan gaat dit heel snel kapot. Het werkt eigenlijk hetzelfde. Dus je bevestigt hem aan je portemonnee. Zet die goed vast. Deze kun je vervolgens of in je broekzak doen. Of in je achterkontzak. En deze maak je vast aan je broeklusje. Dus je hebt iets langere. Dus je ziet iets meer speling. Die andere Victorinox ketting is iets korter. Dit stukje is een stukje korter. Dus die moet je echt in je voorzak doen. En deze kun je bijvoorbeeld ook aan je tas maken. Of in je achterkontzak doen, wat ik al zei. Dus je hebt iets langere gebruik. De hele portemonnee is dus RFID protected. Samenvatting van deze portemonnee. Nou, je hebt dus zeven pasvakjes die echt zichtbaar zijn. Dan heb je hier nog ruimte voor pasjes. En hier twee briefvakken en een groot muntvak, recht afgewerkt. We zouden het super leuk vinden als je deze video leuk vond en een duimpje omhoog wil doen. Wil je dat niet doen, snappen we het ook. Want het is tenslotte maar gewoon een portemonnee. We hopen dat je meer informatie hebt gekregen over onze portemonnees. En mocht je meer informatie willen hebben over de portemonnee, dan vind je dat onder in de beschrijving met allemaal links. Bedankt voor het kijken!